men hier en daar wat wijzigingen aangebracht. Op dit moment zijn er enkele commissies bezig te vergaderen. Ik zit ook in enkele van de commissies, want per ministerie heb je een commissie. Een vaste commissie die gaat dus dan praten over de begroting van dat ministerie. En dan maak je aantekeningen. De deskundigen die komen bijeen met de parlementariërs van die commissie. En dan ga je dus op basis daarvan jouw betoog opmaken en vragen stellen aan die regering. Dus sowieso zal het aangenomen worden, maar natuurlijk zal het niet zonder slag of stoot gaan. Er zullen dus heftige discussies gevoerd worden, want de parlementariërs die willen hebben dat zaken, dus zoals zij dat zien, aangepakt moeten worden, moet de regering daarop antwoord geven. En wat zijn uw eerste bevindingen als u zo kijkt naar de begroting? Het ziet er redelijk uit, alleen heb ik toch nog hier en daar mijn opmerkingen. Ik vind dat zeker met betrekking tot het ministerie van Onderwijs er veel meer geld gegeven moet worden, want dat is het fundament voor elke ontwikkeling. Zeker ook met betrekking tot het ministerie van Juspol. Daar zul je veel meer geld moeten zetten. Wil je dus het veiligheidsgevoel terugbrengen binnen de samenleving? Want we zien wat er elke dag gebeurt. Berovingen, dus de criminaliteit neemt toe. Maar ook de handhaving die nodig is om ervoor te zorgen dat van COVID toch wel in betere proporties komt te liggen. Dan denk ik ook aan het ministerie van Defensie. Daar zal er ook veel meer geld gegeven moeten worden, zodat mensen, met name het personeel, daar heb ik het over de militairen, toch goed geëquipt het werk samen met de politie zouden kunnen doen. Ook met betrekking tot het ministerie van ROS. Ik vind dat er te weinig geld is gegeven wat betreft sport en ook met betrekking tot de decentralisatiegedachte. Ik vind dat er daar toch wel veel meer gedaan moet worden. Zo kun je dus dan bij alle ministeries wat op je aanmerkingen maken. Maar het gaat erom van, je gaat ook wat prioriteiten moeten stellen. En u zit in de commissies van klimaatverandering, mensenrechten onder andere. Is er aan die twee aspecten genoeg aandacht besteed? Niet voldoende. Ook daar zal er in elk geval veel meer gedaan moeten worden. Zeker met betrekking tot klimaatverandering. Het is een wereldwijd probleem. Dus Suriname die heeft ook te dealen met betrekking tot zowel klimaatverandering als ook dat stukje dat te maken heeft met mensenrechten. Dus ook daar zal er veel wat meer middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Alles valt en staat op met middelen. Heb je genoeg middelen, dan zal het liggen aan jouw capaciteit om dat om te zetten in daden. Ik hoop dat we snel ermee kunnen aanvangen, zodat we dus nog binnen onze tijd zitten, zodat de regering verder kan gaan om haar werk te doen. Ik denk dat het belangrijk is dat we genoeg ruimte krijgen om te discussiëren, om te debatteren met de regering en te komen tot een goed punt voor die samenleving. Want daar gaat het om. Daarom pleit ik ervoor dat de samenleving het zeker in het jaar 2022 beter zal hebben, alhoewel ik weet dat het een enorme uitdaging is. Want ik ga je zeggen, IMF is er, maar dat betekent nog niet dat we in een hippie-pipoera-stemming moeten zijn. Integendeel moeten we in een sfeer moeten zitten waarin we zeggen van, dit hadden we niet gewild, maar er is geen andere keus op dit moment. We hebben dus het lang traject doorlopen met al die maatregelen die doorgevoerd moesten worden vanwege IMF. We hebben het al bereikt. Dus laten we kijken hoe, wat, waar. Maar het is belangrijk dat de samenleving met argusogen kijkt hoe de zaken uitgepakt en aangepakt zullen worden de komende periode.